We besluiten het binnenlands nieuws met de weersverwachting van de Meteorologische Dienst Suriname. Die geldt voor 24 uur vanaf vanavond 19:30. In de avond blijft het droog. Tegen het einde van de nacht kan er lokaal nevel of mist ontstaan, vooral in bosrijke gebieden. Morgen blijft het overdag overwegend droog en zonnig. In de middag tot de vooravond zullen er af en toe lichte plaatselijke matige buien voorkomen, zowel in het kustgebied als in het noordelijke deel van het binnenland. Onweer is in deze gebieden niet uitgesloten en er is ook kans op windstoten. De Meteorologische Dienst waarschuwt dat voor morgen de gevoelstemperatuur rond de 40 graden Celsius zal zijn. De samenleving wordt geadviseerd om de nodige voorzorgsmaatregelen in acht te nemen. De dienst meldt ook dat er kans is op zowel windstoten in het kustgebied als in het noordelijk deel van het binnenland.